Nageoogd door Michiel Adriaansson de Ruiter verliet een schuit vol zwemmers en zwemsters de haven van Vlissingen. Stuk voor stuk werden ze in het vet gezet tijdens de overtocht naar Nieuwersluis, waar ze zouden starten voor de 18e internationale Scheldebekerwedstrijd. Daar aan de overkant van de Schelde lag een lange rij roeiboten die hen op hun tocht zouden begeleiden. Nadat de deelnemers in de boten waren overgestapt, was het wachten op het startsein dat spoedig daarna werd gegeven. Onder een broeiend hete zon sprongen de zwemkreks in de koele Westerschelde voor de ruim 5 kilometer lange tocht terug naar Vlissingen, van welke stad de contouren in de verte vaag zichtbaar waren. De sterke stroom dreef de zwemmers al spoedig uit elkaar, maar Ineke Tiegelaar van de Robben en Richard van de zwemvereniging Dolfijn zwommen lange tijd gelijk op. Toen Vlissingen duidelijk in zicht kwam, liet Richard zijn begeleidster los en hij begon aan een geweldige eindspurt, zeker van zijn overwinning. Maar Richard had één ding vergeten, de Ebbstroom, waarvan Van Hemert uit Breda met volgboot nummer 19 handig gebruik maakte. De Bredanaar, die iedereen al kansloos achtte, omdat hij zo ver was afgedreven, kwam meezwemmend met de Ebbstroom nog juist voor favoriet Richard binnen. Na 1 uur, 10 minuten en 1 seconde zette de schrandere Van Hemert voet aan wal, waar de Scheldebeker op hem wachtte. Richard werd tweede en Ineke Tiegelaar bewonderenswaardige derde.